Maar dat is voor baby's. Jij bent nog een baby? Ah ja. J-School. What's up? J-School. Goedemorgen mannetjes en welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik ben hier vandaag met mijn nichtje. Die zit hier ergens achter mij verstopt. Tori. Wij zijn onderweg naar de winkel, want wij moeten even iets gaan halen. En daarna was ik aan het denken om misschien met mijn nichtje naar een grote speeltuin te gaan of zo. Yay! Ja? Voor de rest zie ik er verschrikkelijk uit vandaag. Vind je ook dat ik er verschrikkelijk uitzie vandaag? Nee, je bent mooi. Oh, ik heb toch het liefste nichtje op de hele wereld gewoon, hè. Oh, you cutie, I love you, hè. Oh, schattekje. Nu moeten we tante Mila haar arm wel terug hebben, anders gaan we een beetje accidentjes doen. Dus. Mijn mama is momenteel ook bij mij thuis. Dus voor de mensen dat weten, hij zit dus in een rolstoel. Normaal gezien zit hij dus in een revalidatiecentrum. Maar vandaag is ze dus een dagje thuis. Dus ik ga vandaag ook niet te veel buitenshuis gaan, omdat ik natuurlijk ook een beetje bij haar wil zijn. En straks ga ik ze dan terugbrengen naar het revalidatiecentrum. Dus ja, dat is een beetje de planning van de dag. Het is een rustige dag vandaag, moet kunnen. Maar ja, dat sarcasme blijft er gewoon bij. Bruh. En naar welke winkel gaan we nu, Aishatje? Dat weet ik niet. Naar de Del... De... De Lé. De Lé? Nee, De Lé. De... Del... De les. Jee, dat ging vlot. Ik weet zelf, jongen. Weet jij ook zelf? Ja. Jij sneaky, heb jij je raam van achter open gedaan? Ja. Ik ga dat op slot zetten. Probeer dat nu nog eens. Oh, dat gaat niet meer, hè? Kinderslot, hè? Ja! Ik heb de airco aangezet, schatje. Dat is beter, hè? Zeg, vertel eens aan de kijkers. Hoe leuk vind jij tante Mila? Leuker. Leuker dan wie? Als wie? Dan wie? Als papa. Leuker als papa? Hè? Bing! Maar papa is ook leuk, hè? Ja. Maar ik ben een beetje leuker, hè? Ja. Ja, dat klopt. En wat vind je het leukste dat je ooit met tante Mila samen hebt gedaan? Bij ons slapen. Bij mij slapen? Ja. Ja, Aisha is zo'n aantal keer bij mij blijven slapen en dan liggen wij in bedje. Veel te laat trouwens voor dat kind, maar goed. Me being a mother and she. Ik zeg trouwens she in de plaats van het woord, omdat er een kind bij zit, dames en heren. Soms moet je ja, een beetje op je taal letten, weet je wel. Maar she kan wel, hè. Zeg het eens, she. She. Ah, voilà, zie. No one knows, hè. Maar nu denkt iedereen dat Aisha gewoon Engels spreekt, als in she. Kijk eens, tante Mila is weer naar de McDonald's geweest van de week. Oh. Is dat niet goed? Ik wil ook. Ah, jij wilt dat ook? Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Nee, nee, McDonald's is niet goed. Dat is heel slecht. Daar word je heel dik van, zoals tante Mila. Ik heb dat eens gedaan. Ja, maar jij bent niet dik, schat. Je hebt een mooi figuurtje, behoud het maar lekker. Ik had ook zo'n figuurtje op jouw leeftijd. Gaan we naar de winkel? Ja. 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 Hé, gaan we naar de winkel? Ja. Gaan we naar de winkel? Ja. Hey, zie je, de timing zit goed, hè? Oké, even parkeren. Parkeren. Zeg, Aisha. Ja. Heb jij een vriendje? Nee. Heb jij geen liefje? Nee. Ben jij niet verliefd op iemand? Nee. Een beetje wel, hè? Nee. Jawel, hè? Nee. Zie je, die is zo'n flinke meid, zeg. Zo flink zelfstandig, hè. Hey, ga jij de deur op slot doen? Ja. Je moet op dat... Wacht, hè. Mag ik eens kijken? Nee, hier op deze omdraaien. Op deze bovenste knopje klikken. Heb je dat gehoord? Druk er nog eens op. Aisha mag één snoepje kiezen. Ja. Ja? Maar hier niet, denk ik, hè? Nee, hier niet. Jij mag zelf kiezen. Wat wil je? Maar niet hier. Je mag overal, in heel de winkel kiezen. Een snoepje. Een lekker snoepje. Ja. Weet je nog, andere keer, dat dit was zo anders maken dan je in Spanje gegeten. In Spanje hebben we deze gegeten, ja. Ja, dat klopt inderdaad. Het was lekker, hè? Ja, maar dat was zo'n stipje en dan moet je dat gewoon aan doen. Ah, nee, nee, ja, dat waren toosjes, schat. Dat was zo voor bokjes op te doen, hè? Allee, ja. Zo beleg op te leggen, hè? Ja. Wil je hier iets van of wil je echt snoep, snoep? Echt snoep. Ja, dan gaan we kijken naar snoep, kom. Ja. Zien we er goed uit? Oh, you look good, hè? Of niet? Ja. Maar ik zou blijven staan. Ik ben geen foto aan het trekken. Ik ben aan het filmen. Oh, dat heb ik. Ja, dat heb je al. Of... Nee, die is nu op. Ah, nu is die op, dus je wilt terug. Ja. Ja, dat is goed. Tongtattoo. Wat is dat? Tongtattoo. Tattoo, ah, oké. Okay. Dat moet je op je tong doen en dan komt dat erop te staan. Ja. Mag tante Mila er dan ook eentje? Ja. Oké, okay, super. Pak maar.
Ben je blij? Ja. Ja? Ze weten de auto gaan we proberen, hè? Ah. Ik wil er ook eentje. Ja. En is dat lekker? Is dat snoeppapier of wat is dat? Dat is snoeppapier. Oké. Kan je lekker opeten. Oké. Maar wel delen met tante Mila, hè? Ga jij de deur open doen? Ja. Van onder, links van onder. Ah, is hem open? Ik denk dat hem open is. Voel maar aan de deur of het open is. Yay! Ja. Dat is echt een kleine diva, zo. Als jij groot zou zijn, mannetje, dan ga jij echt veel met tante Mila moeten optrekken, zo. Ik zit hier aan het zweten dat het niet gewoon is. Waar zijn de snoepjes? Hier. Oké, oh, dank je. Let's go. Let's go, people. Dus je moet er eentje pakken? Ja. En die moet je dan op je tong doen, of ja, hè? Recht. Recht erop? Ja. Oh, it's like my smiley, people. Oké. En nu? En moet je heel tijd zo duur. En mag je kijken. Ja? Ja. Ah! Ah! Cool! En mag je dat ook beter dan? Ja. Dat is de best part, hè? En jou ook wel, jij? Ik... Liepen? Ja. Yay! You cool kids! Maar bij mij is er al bijna af. Snoeppapier, man. Dat is echt jaren geleden dat ik dat heb gegeten. Dat voelt ook niet eetbaar, hè? Dat is wel lekker. Enorm. Hier, eenmaal helemaal op. En dat is voor thuis, hè? Ja. En dan zouden veel snoepjes, hè? Tante Mila heeft haar eigen ingeschreven voor The Voice van Vlaanderen. Weet u nog dat Tante Mila heeft meegedaan toen? Ja. Ja? Nu ga ik nog eens meedoen. Yeah! Leuk, hè? Ja! Ja! Dus jij moet nu tegen de kijkers zeggen dat ze allemaal berichtjes moeten sturen. Jullie moeten allemaal berichtjes sturen. Ja, allemaal sturen voor Tante Mila. Allee, ja, gewoon voor Jamila bij doen, maar ja, Tante Mila. Whatever. Oh, echt een les voor de fietser, alstublieft. Als je op de baan rijdt met vier, moet je zien dat je achter elkaar rijdt en niet naast elkaar. Dankjewel. Of niet, Aisha? Ja, is wel waar. Ja, toch, hè? Ja. Want als jij op de fiets rijdt, dan ga je ook altijd mooi achter elkaar, hè? Ja. Ah. En als Aisha naartoe, dan moet... Iedereen moet dat doen. Ah, dacht ik ook. Wij zijn onderweg naar de speeltuin. Het is een gezellig vlogje vandaag tussen onder mij en mijn nichtje. Hè? Ja. Lekker gezellig, ja. Lekker samen leuke dingetjes doen. You are a pretty kid, hè? Zeg het eens, I'm a pretty kid. I'm a pretty kid? Ja, helemaal zeker, jongen. Ik heb hier echt hakken aan en ik ga mij hakken in de speeltuin. Ja. Ja, ik ga mijn schoenen uitdoen, zo subiet. Een lekker blotte voetje. Ik heb altijd met blote voeten. Ik ja? Ja. Doet tante Mila dat veel? Ja. Ja, ik heb ook echt bijna altijd gewoon geen schoenen aan. Maakt niet uit of ik aan het rijden ben of ik ergens op de markt sta, bij wijze van spreken. De kans dat ik geen schoenen aan heb. Ik ben een asociale mens, ik. En wat doet tante Mila ook nooit niet aan? Een jas. Een jas. Inderdaad. Dat doe ik ook nooit niet aan. En er zijn nog wat dingen dat ik niet aan noem, maar dat is niet voor alle oortjes. Echt ja, volgende. Een jas heb ik niet nodig. Nee, nu is het warm, hè? Ja. Dus een jas is niet nodig. We zijn aan de speeltuin, Aisha. Joepie. Nee, dat kind is zo helemaal geen speeltuin. De speeltuin is daarachter. Ja. Let's go. Zie je waar je kleine kindjes blij mee kunt maken. Een paar ballen in de grond steken met wat stokken aan en iedereen is tevreden. Hupsakee, kleintje. Je kunt er niet op, hè? Je kunt het niet, hè? Moet je bij het zeggen? Ja. Of moet je bij het zeggen? Ja, bijna. Goed. Ja. En nu zeker wel. Gaan we daarop? Hier? Ja. Ja. Oké. Ja, doe maar. Want als ik erop ga, kan er niemand niet meer. Dan is heel dat spel een kapot. Wacht, ga jij op het trapje? En jij gaat op het trapje. Ja, ik ga dat geven aan jou. Tante Mila heeft die vroeger ook nog veel opgespeeld, hè? Yay! Ja, die gaat er gewoon op staan ook. Het is een bijdoes, hè? Normaal moet je erop gaan zitten, hè, slimmerik. Nu ja, best. Moet ik? Ja. Echt? Oh my god. Oké, ga jij dat geven aan mij dan? Oh, ik heb een hakje aan. Ik kan niet met mij, echt. Oh, ik kan mijn voet breken. Waar is dat met die voeten tegenwoordig? Ready? Ja. Durf niet. Doe. Ja? Ja. Wacht. Oh, oké. Okay. Hey. Nu jij terug. Nee, ik. Heps. Nee, ik nog een keer.
En nu moet je zitten, hè? Ja. 1, 2, 3. Hey! Zie je, die zo'n ballerina. Ah, oh, zoveel energie. Ik kan niet aan. Hey! Dat is de saaiste glijbaan ooit. Ja, op deze. Ja, doe maar. Op de grote. Hey! Heb je ooit al van een schommel gesprongen of niet? Nee. Nee, niet doen dan. Dat is gevaarlijk anders. Ja. En nu moet je met je beentjes zo naar voren. Ja, goed. En dan naar achter. Zo, hè? Leuk? Ja. Daar is nog een klein glijbaantje. Ja, maar daar gaan we nu op. Niet? Dat zijn voor baby's. Ja, wij zijn toch baby's of niet? Nee. Jawel. Nee. Jawel, wij zijn toch baby's? Nee. Jawel. Nee. Tante Mila is een baby. Nee. Ja. Nee. Tante Mila is een baby. Nee. Ja, Tante Mila gaat daarop. Ga je mee? Ja. Even wachten. Niks doen. Niks doen. Zoals ik elke dag. Oh, die sarcastische commentaar ertussen moet ik gewoon echt droog zijn. Nou, ik kan niet schelden dus. Zullen we bekijken of we zitten, zeg? Ja. Ik ga er gewoon naar. Hé. Hey. Ik ga eerst. Ja, doe maar. Safety first. Ik ben niet gevangen. Ah. Zet een glijbaantje. Wee. Ja, dat is voor baby's. Jij bent nog een baby? Ah ja. Dat doe jij mij allemaal aan. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ah. Oh, mijn schoen is helemaal vuil. Huh? Kijk hier. Ja. Dat is some expensive shoe, hè? Kijk hoe vies die glijbaan. Ja, vies. Is mijn broek vuil van echte schat? Eens kijken. Nee. Oké, dan kunnen we weer. Ja. Zijn we klaar om 5 meter in de lucht gecatapulteerd te worden? Ja! Echt zo, ja! Hey! Hey! Ah! Hey! Ja, Bartje! Zeg, vroeger gingen die dingen toch precies hoger, zo? Vliegt dat naar jou mee? Ik kan me nog herinneren dat ik er vroeger op zat. Dat ik echt zo naar voren ging gewoon, weet je nog? De tijd. Leuk? Kom maar zeker. Wat wil je doen? Oh, energie. Ik kon deze verstandig overslagen. Zijn jij een spin? Ja. Ja? Ja. Wel een mooie spin, hè, zeg. Ik ben mooi rood. Zoals een suiker... Ah, stomblaas. Zoals een suikerspin. Ja, feestje. Feestje. En nu aan die kant. Hupsakee, you go, hè. Olé, olé, olé. Ja, pas maar op dat ik ze weet niet in dat spoed moet draaien, hè. Met een heftjes bekend op. Ik kan soms echt gewoon strak liggen met mijn eigen greppen. Hè. Oh, dat is echt niet te doen, deze. Echt, ja, moet kunnen. Of is ze weer al weg? Hi. Oh. Hey, guys. Oh. Nah. Doei. Hey. Hey. Asha, als je dat hebt gedaan, dan gaan we de allerleukste attractie doen van heel de speeltuin. Weet je wat de allerleukste attractie is? De fucking bankjes. Oké, een beetje spelen, kom. Ja, dat komt. Is dat ook niet voor baby'tjes normaal? Ja, dat zijn voor baby's. Maar doe maar, je bent toch een klein beetje baby en ik ook dus. Ja, dus dan jij er ook op zit. Nee, nee, nee. Echt zo. Dat is een paddenstoel, daar leven kabouters in. Ik vind dat trouwens super gezellig met mijn nichtje. Hè? Om even in de speeltuin met dat kindje die met dat kapel zat. En ik ook trouwens. Kijk hoe aan mijn knieën. Maar dat is wel echt voor baby'tjes deze. Ja. Daar pas je amper in. Oh, hij is alsjeblieft. Ja, je ziet dat ze toch iets van mij hebben. Nu hebben we alles gehad, hè? Nee. Jawel, want dat hebben we ook al gedaan. Nee, daar een muisje ook daar. Dat is geen muis, dat is een koalabeer. Ah. Pas op, hè, kindje. Ja. Oh. Zo. Doe eentje. Poep. Die komt. Ik heb zo'n liefdelijk gevoel dat Aisha later ook comedy video's moet maken. Wat? Wat kijken. Oei. Maakt niet uit. Maakt dat niet uit? Ja. Zeker? Gaan we zo doen. Sorry, Angela. Ik ben toch niet Angela? Nee, ik zeg tegen uw mama sorry, want die moet dat wassen, hè, schat. Die moet je kleertjes toch wassen, hè? Ja. Ja. Dus dan moeten we sorry zeggen tegen mama. Dat draait. Zeg maar sorry, mama. Sorry, mama. Het zal best zijn. Zeg jij, dat ziet er ook niet stabiel uit. Dat is precies de botsel, man. Boef. Boef.
nu eruit. Allee dan. Hebben we nu alles gehad? We hebben alles gehad, hè? Nee, nog spelen. Oké, okay, speel nog maar een beetje. Ik ga op mijn bek! Op je bek. Ja, heldin. She's such a happy kid. Trouwens, even terug over de vrouw van de video die ik moest verwijderen. Ik heb de video inderdaad verwijderd. Dus iets sneller dan verwacht. Niet omdat ze mij nog een mail hadden gestuurd of zomaar gewoon van... Het is best riskant als ik bijvoorbeeld dat laat staan en dat er echt een klacht wordt ingediend naar YouTube toe. Dan zou ik gewoon heel mijn kanaal kunnen... Oei, oei, oei. Dan zou ik gewoon heel mijn kanaal kunnen verliezen. En dat is niet de bedoeling, want dan kunnen er nooit geen video's niet meer gezien worden. Oh, die kina, ik moet echt niet aan doen. Laat me... Ik ga hier boven op pol plaatsen en Golden moet zeggen hoeveel kina ik moet verliezen. Er is keuze tussen 3 en 7. Dus laat me weten hoeveel kina ik moet verliezen. Wat ga je doen? Ik ga een armbandje voor je maken. Oh, met een plantje. Ja. Zo mooi, zeg. Dan krijg ik dat helemaal van jou. Oh, dank je, schat. Super, super lief. Moet jij ook geen armbandje hebben? Oh. Me 10 years ago when there was no wifi. Mooi zeg. Oei. Voilà, hè. Nu heeft Aisha ook een mooie armband. Nu zijn wij armbandzusjes. Ja. We are like sisters. Gaan we door? Het is koud aan het worden, hè? Ja. Oké, okay, go. Om te snel staan de auto. De auto is weer helemaal aan de andere kant op. De auto is helemaal in de rechte. Ik kan niet meer. Aisha! De auto is aan de andere kant op, slimmerik. Ik denk dat ze gaan winnen. Vooral omdat ik zo veel moeite aan het doen ben. Jezus Christus. Waar is ze? Aisha, hoe komt dat jij daar nog maar bent? Ik moet er van jou staan. Wat? Hoe is dat van jou daar staan? Ah ja, dat is juist keer dat je vraagt om stil te blijven staan. Dankjewel. Nee. Echt zo, omdat ik daar bij nu moest blijven staan. Yeah. Oh, mannetjes, ik heb het zo. Was het leuk? Ja. Wat? Ja. Jij zei nee, jongen. Jawel. Jij zei nee. Jawel, ik zeg wel ja. Ik heb het op camera staan, hè. Ja. Ah, oké, okay, ja. Okay, ja. Het was een rare ja. Kinderen zouden ouders altijd alles op de trap liggen als je zoiets ja, laat liggen. Bij deze, mijn baard ligt hier op de trap. Familie Baidu. De andere mensen liggen er schoenen en kleren en bij mij ligt er echt zo'n baard. Alleen een baard op de trap. Lekker spaghetti aan het eten, meid? Ja. Lekker, lekker, lekker. En hey, mamaatje, we gaan direct vertrekken, hè. Cool? Oei, de gsm gaat af. Du. Gaan we even een nanny wegbrengen, schat? Ja. En dan gaan we jou thuis afzetten, hè? Mm-hmm. Goed? Is het lekker? Ja. Niet te veel kramel in de mannen, Natalia, Mieke? Nee. Wat zin. Mm-hmm. Lekker choco. Lekkere choco? Mm. Yummy, 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 yummy. Je mond zit helemaal vuil. Nee. Make it proper, hè? Zeg dat eens, make it proper. Make it proper. Proper. Yay! Zo, mijn moeder is er ondertussen bij. Ik kan ze even afzetten in het centrum. Aisha is hierachter nog, ze zei. En dan gaan we Aisha thuis afzetten. En dan gaan we lekker terug richting huis. Trouwens, ik heb iets superleuk. Ik ga binnenkort, dus ergens vanaf volgende week, ga ik starten met fans op te halen voor een dag. Dus bijvoorbeeld één dag kies ik die fan. Dan een tweede dag kies ik andere fans. En wat we dan juist gaan doen, is gewoon een hele dag samen spenderen. Gewoon meestal waarschijnlijk op de plaats waar dat je ergens in de buurt woont. Dan kom ik tot bij u. En dan gaan we daar een hele dag gewoon leuke dingen doen. Lijkt mij gewoon leuk om jullie erbij te betrekken. En ik ga dat ook gewoon vaker doen. Dus ik ga ook op een regelmatige basis gaan ik met fans afspreken. Zodat die gewoon een hele dag mee kunnen met mij. Lijkt me super leuk om te doen. Dus als je met mij samen iets wilt gaan doen, laat dan even in de reacties weten wat je juist met mij samen wilt gaan doen. En dan ga ik dat eens een keer bekijken of ik je dat wel leuk vind of niet. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En dan gaan wij samen een leuk dagje doorbrengen. Let me know in de reactions below. Ik ga niet meer. Nee. Aisha was van echt de hele tijd zo met dat lichtje bezig. Maar ik kan dat van een 4 besturen. Dus ik had tegen Aisha gezegd van, ja Aisha, je moet je ogen dicht doen en dan moet je blazen. Dan gaat dat aan en dan gaat dat uit. Dus die is echt zo'n half uur en een stuk zo. En ik heb de hele tijd hier aan het besturen. En ik heb dat juist gezegd tegen haar. En zij zo. Vind je dat erg? Nee, hè? Nee. Dat is grappig, hè? Dat is grappig. Dat is grappig.
Ja, schattekje. Grapjes maken mag, hè. Die rolstoel is altijd een heel gedoe. Dat zit hier altijd zo volledig in. Dat moet eruit gehaald worden dan in elkaar. Dat is precies een puzzel, hè, schat. Gaan we puzzelen? Ja. Ja? Oké, we gaan puzzelen. Deze. Dat moet er eerst uit. Ja. Leg dat maar even op de grond daar. Ja. En dan deze mag ook op de grond. Ja. En deze mag ook op de grond. Ja. En deze mag ook op de grond. Ja. En deze mag ook op de grond. En nu moet ik de camera even gewoon wegleggen direct, want die stoel eruit al, dat gaat niet met camera in het eind. We laten eens mamatje naar de kamer en dan gaan we ze even direct in haar bedje laten liggen. Maar dan moeten we eerst even op deze knop duwen en dan komt er een melding binnen en dan komen ze naar hier. Dat is waar, hè? Ja. Aisha gaat de auto open doen. Because she likes that, hè? Yes. Bekender tegen. Is ze open? Ja. Ja? Thanks, girl. Ja. Riempje aan. Ik ben thuis, doei. Je hebt het gehoord, sisters. Zo, dat was een gezellig dagje met mijn nichtje. Gasje, kom. Kom naar voren. Kom hier naar voren. Kom dan. Richting huizen. Oeh, gasje. Oh, die gaan weer easy. Dat is weer typisch gasje, hè. Die zit altijd hier achter mijn rug, hè. Gasje, nog even een pisje doen voor het slapen gaan. Allee, hup, 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 hup. Dan moet het gemakkelijk zijn dat je gewoon overal kunt pissen en schijten wat je wilt. I wanna be a dog, hè. Deze is de Freddy. De Freddy en ik hebben vroeger nog veel geknikkerd samen. Maar ja, die kon niet tegen zijn verlies. En op een gegeven moment zei hij van ik blijf er zitten tot ik beter kan knikkeren als u. En ja, voilà. Stilzitting hier en shit. Sinds het jaar 2000, zoals dat je kunt zien. Dus ja. Zoals wij zijn lekker thuis. Ik ga de vlog hier afsluiten. Het was een rustig dag. Als je vandaag moet kunnen, kan ik elke dag iets spectaculair in mijn leven doen. I wish I could, hè. Maar dus binnenkort ga ik met fans superleuke dingen doen. Ik kijk er enorm hard naar uit om jullie te leren kennen, om de dag met jullie te spenderen. Dus dat wordt super, super leuk. En ik ben ook weer al 5000 shout-outs vergeten ondertussen. Dus dat ga ik nog snel even schoonmaken met een aantal shout-outs te geven. Eerste shout-out gaat naar Margot Lampaard. En zij zegt, ik vind je vlogs echt mega leuk. Altijd even ontspanning als ik naar jouw video's kijk. Super, super tof. Dankjewel. De volgende. Barkit Omaima. Like als je denkt dat deze video super grappig gaat zijn. Hopelijk was hij grappig. It's Sander. Ik kan toch niet de enigste zijn die dat beseft dat binnenkort de begrafenis van Tom is. Nope, inderdaad. That shit's gonna happen. En Mila Bakelands. De vlogs zijn echt veel leuker. Like als je dat ook vindt. Dankjewel. Super tof dat jullie er super excited over zijn. Ik ben het in ieder geval ook. Als je deze een leuke vlog vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe vlog plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. En doei!